Zo, goedenavond allemaal. De laatste dingetjes instellen en even het geluid van mijn telefoon uitzetten. Vergeet ik weer, hoor maar. En zo. Gelijk eens even kijken of de camera, nu we hier toch zijn, van dichtbij wil scherpstellen deze ronde. Want dat deed hij de afgelopen paar keren, deed hij dat niet. Als ik iets inzoomde, dan bleef hij, nou kijk, nou doet hij het weer goed. Ik weet niet waarom dat soms is. Maar goed, dan weet ik in elk geval dat het vanavond lukt. En dat dat dus lekker wel kan. Nou, ik ga vanavond aan de gang met deze mooie nieuwe stempels van Tracy Scott van Paper Artsy. Vanavond zal ik het een en ander laten zien wat er mogelijk is met, met deze mooie vogel. Want het is namelijk een prachtige grote vogel trouwens. Want, nou heb ik een liniaal. Ja. Dus, nou, ik heb hem hier zelf gemaakt, maar we hebben het dan wel over een stempel van 12,5 bij 13 ongeveer, even gauw gemeten. En dus echt dit is echt een A5 verpakking waar dus de vogelstempel op zit, twee teksten en drie bloemen. Die je dus nog perfect kunt gebruiken voor achtergronden of voor bloemen of voor van alles en nog wat. En ik heb een stalker hier uit de woonkamer in mijn... nee hoor, ik heb mijn partner zit op de bank mee te luisteren blijkbaar. Dat is heel raar. Maar goed, ik was bijna vergeten vanavond. Omdat Goede Vrijdag en ik heb niet gewerkt. En mijn partner die heeft normaal gesproken avonddienst en die was ook thuis. Dus ik denk, En in één keer denk ik, oh, ik mag wel op gaan schieten. En, maar goed, ik ben er, jullie zijn er. Dus het gaat allemaal goed komen. Terug naar de stempel. Ik ga dus voornamelijk deze laten zien. Die je heel erg leuk kunt combineren met deze driehoekstempels. Die zijn ook van Tracy Scott. En ik ga je daar een aantal dingen mee laten zien. En hoop ik dat jullie weer inspireert tot het maken van mooie dingen. Dat allereerst. Ik zal ook even gelijk kijken of bij de duif, dan moet ik even hier iets verplaatsen, want anders kan ik niet bij mijn toetsenbord. Het lijstje met materialen van vanavond klaarstaan. Oh, moet je het wel goed doen, Niels. Yep, daar is die. En dan gaan we zo lekker beginnen. En dan kunnen de laatste mensen ook nog even binnenkomen. Zo. Kopiëren. Nou. Het zijn echt inderdaad, Nancy, hele bijzondere stempels. En dat was ook wel waarom ze mij aanspraken. Dat ik hou heel erg van bloemenstempels. Dat weten jullie. Maar deze, die waren zo mooi veelzijdig. Dat ik hier ook heel enthousiast van werd. Ik werk vanavond met de Fresco Finish acrylverf. En dat is een krijtverf. Dat maakt het namelijk daarna uitstekend geschikt om bijvoorbeeld met potlood nog weer overheen te werken. Normaal gesproken bij acrylverf, dan krijg je een beetje zo'n half glanzend, zijdeglansachtig laagje. Wat heel glad is. Nou, daar kun je dus met bijvoorbeeld potlood of andere dingen heel slecht nog op werken. Maar deze verf die is dus na gebruik of na aanbrengen nog bewerkbaar. En daar ga ik jullie een klein beetje van laten zien. En Heidini, ja, deze stempels zijn echt super. Het liefst zou ik willen dat ik alle tijd van de wereld had en dat ik heel veel creaties voor jullie hiermee had gemaakt. Dat is me niet gelukt, maar ik wil jullie wel wat mogelijkheden laten zien. Ik heb daar zelf ook inspiratie vandaan gehaald bij Tracy Scott zelf. Want die heeft een release party gedaan met deze stempels. En daar heb ik naar gekeken. Zij heeft ook hele mooie ideeën gedeeld. En omdat ik er een beetje van uitga dat jullie
die niet allemaal gezien hebben, deel ik daar ook wat ideetjes weer van door aan jullie. En gaan we nu lekker beginnen. Genoeg gekletst. Genoeg gekletst, genoeg gekletst. Ik leg deze stempels even aan de kant. Ik heb wel het een en ander al voorgestempeld en uitgeknipt. Omdat deze stempels niet moeilijk om te knippen. Maar hij duurt wel even. Let niet op het vieze matje. Nou, als eerste kan ik wel even dit laten zien zonder matje. Deze stempel, die heb ik, dat laat ik zo meteen zien, bewerkt en gekleurd. Dus met deze Claret Fresco Finish verf. Die heb ik ooit eens op aanraden van Dini en Cordine aangeschaft. En ik ben er echt heel erg blij mee. Er zijn heel veel verschillende kleurtjes van. En ik snap eigenlijk niet zo goed dat ik dat niet meer mensen ze gebruiken. Omdat dit dus een acrylverf is waar je daarna nog veel meer mee kunt. Nou, wat kun je allemaal met deze stempel? Je kunt hem uiteraard gewoon zo gebruiken. Daar neem je vervolgens een achtergrondje. Bijvoorbeeld deze die ik op de jellyplate gemaakt heb. Vogel erop. Teksten erbij. Versiering erop. Klaar. Of als je van wat drukker houdt, ander achtergrondje. Deze heb ik ook op de jellyplate gemaakt. En zo heb je echt al heel snel een leuke art journal pagina. En nou, ik zie hier nu inderdaad een aantal mensen roepen dat die verf hartstikke fijn is. Dus dat is... en andere mensen zeggen nooit geweten dat hij er was, de verf. Nou, ik ga je er straks wat mee laten zien. En misschien doe ik er nog wel eens een uitgebreidere lijf mee. Waarin de verf centraal staat. Maar het gaat nu vanavond in eerste instantie om deze leuke stempel. Of, nou, bedenk hem in zwart-wit. Deze vogel, daar kun je ook echt wel heel veel mee. Lekker druk op deze manier. Dat zeker weten. Wat je ook kunt doen met deze vogel. En dan moet ik even kijken. Want die heb ik. Ik heb hier een heel zootje geknipt liggen. En geverfd en geknipt. En maar dat kostte me dusdanig veel tijd. Dat er bijna geen tijd meer was om er daadwerkelijk nog iets mee te creëren. Maar je kunt hem ook zo gebruiken. En op deze manier heb je dus een vliegende vogel. Of met een dubbele vleugel. Waarbij je dus ze achter elkaar plakt. Zien? Hartstikke leuk. Takje erbij. En daar is ook een prachtig takkenstencil of met bladeren van Tracy Scott in omloop. Deze heb ik zelf niet. Die hoort ook bij de nieuwe collectie. Maar toch. Dat kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Leuk veel knipwerk. Ja, er was heel veel knipwerk. Want ik heb niet stilgezeten met knippen. Kijk maar. Kijk maar. En dan heb ik hier nog een stapel onderdelen. Dus ik heb heel wat geknipt voor jullie. Omdat ik grote wilde plannen had. Maar helaas ging de tijd weer sneller als ik dacht. En vergeet ik vandaag ook nog dat het vandaag vrijdag is. Op de een of andere manier ben ik heel de dag in de veronderstelling geweest dat het zaterdag was. Krijg je als je niet hoeft te werken een dagje. Ja, precies. En ik haat knippen. Dat je het weet. Ik heb heel veel moeite voor jullie gedaan. Dus ik ga nog een beetje meer knippen. Want wat kan er ook met deze stempel? Als je nou zegt van joh, ik heb een wat kleiner werkje. En ja, we gaan knippen. Nee, maar deze stempel is wel wat minder erg om te knippen. Omdat deze dus... ja, dit is wel een bochtje om en behoorlijk recht toe, recht aan. Het zijn geen ingewikkelde dingen om uit te knippen, maar het is wel ja, even een knipwerkje. Dat dan weer wel. Zullen we er even moeite voor doen? Nou, dat ligt eraf. Zo. En nogmaals, wat ik nu laat zien, dat was dus het idee van Tracy zelf. Maar dat heeft ze gedeeld om verder te delen. Dus dat is geen enkel probleem. En ik vind het wel leuk om die ideetjes dan aan jullie door te geven. Ondanks dat ze dit keer niet helemaal van mezelf zijn. Maar een beetje ook wel. Maar dat komt straks. Even saai knippen. Het is
Het is wel rustig online vanavond, zie ik. En toch, die mensen die kijken, bedankt weer voor het vertrouwen. Zo, nou dan knippen we dit er ook nog af. En wat krijgen we dan als we dat gedaan hebben? Een kleine babyvogel. Hatsakee. Nou, dit kan even weg. Kijk, en dan heb je dus een wat kleiner project. Of een kaart. Of een, nou, dit past nog net op een kaart trouwens. Maar dan kun je deze vogel dus ook kleiner gebruiken. Of samen met zijn mama. Kijk, hoe leuk. Als je deze twee zo samen, Mini en Maxi, om die samen op een werkje te laten zijn. Ik vind dit trouwens eigenlijk wel heel leuk. Ik keep het even zo neer, maar super gaaf. En wat er natuurlijk ook nog kan, is naast de mini-versie ook nog de ultieme maxi-versie maken. Let maar op. Als je dus meerdere stempels hiervan gebruikt. Ik schuif het even onder elkaar, omdat ik krijg een soort keuzestress in wat ik allemaal leuk vind. Maar bijvoorbeeld voor degene die... Waarom zit er nou wat vervelend te doen hier? Er lag nog een dingetje op, vandaar. Voor degene die bijvoorbeeld een groot A4 journal hebben, is dit ook echt... Oh, nou jongens, kom. Super gaaf om te doen. Want met meerdere lagen... En er moeten er nog een paar bij hoor. Maar zo. Maak je dus ook... Een superleuke Phoenix bijvoorbeeld. En Tracy die had hem in oranje-rode tinten. Ik heb deze dan in claret met roze tinten gedaan. En die kun je echt nog met wat veren hier ook aan de onderkant. Want die vleugel moet nog wel wat pompeuzer worden. Stempel hem een paar keer. En ja, dan heb je dus echt een vet gave grote Phoenix die je op een A4... Want kijk, het wordt ondertussen wel groot. Maar ja, dat gaat natuurlijk weer niet in één keer. Even die lichtere pakken, dan zien jullie het beter. Hup, achtergrondje weg. Achtergrondje hier. Ja, dit is te gek. Dit is echt te gek. In allerlei kleuren kan je dit doen, in allerlei soorten. Ik ga deze ook zeker nog afmaken. Ik heb jammer genoeg geen A4 journal, dus ik moet nog even kijken wat ik er dan wel mee ga doen. Maar daarom ga ik straks nog maar eentje misschien in dezelfde kleuren maken. En ik ga natuurlijk laten zien hoe ik deze gekleurd heb, zodat jullie dat allemaal lekker na kunnen doen. En zo. Hier nog een stuk vleugel. Nou, dan hier aan de onderkant, er moet dan eigenlijk nog wat bij, hè. En als ik hem dan van het weekend af heb, dan deel ik hem met jullie. Dan kunnen jullie zien hoe die helemaal geworden is. Maar hoe mooi, hoe gaaf is dit? Als die zo groot op een art journal pagina, desnoods met de baby en die andere vlieger erbij. Hoe tof is dit? Als je zo al die vogels bij elkaar hebt, dat is toch te gek of niet? Ik vind van wel. En ik zie een hoop mensen die dat ook leuk vinden. Het kan nog gekker. Je kunt deze natuurlijk ook zo groot maken. Je hoeft niet 3-4 lagen erachter te plakken. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Wat ik heb gemaakt is hier een pagina. Die heb ik uit het JMA journal. En die heb ik een gooi gegeven ergens vandaag. En dat weet ik niet meer waar. Ik dacht dat ik nog een onbewerkt had liggen. Maar dan laat ik mijn bewerkte maar even zien. Dat is deze journal. En die komt van Studio Light. Van de Janine's Mindful Art serie. En ik zag dat er bij de duif van deze grote journal. Die is dus groter dan A5. 18 bij 24 bladzijden passen erin. Dat er nog 3 beschikbaar waren. Daarna zijn ze echt op. Dus mocht je nog interesse hebben in een iets wat grotere journal, grijp dan je kans.
nog eventjes. Als het goed is, stond die bij mijn materialenlijstje erbij. Dat zal ik nog even controleren voordat ik die vraag straks krijg. Ja, hij staat erbij. Dus als jullie de link volgen naar die ik nu in de app gooi naar het materialenlijstje, dan zou je nog naar de journal kunnen kijken. Die zijn ook niet meer te bestellen, dus dat er nog drie zijn, dat verbaast me eigenlijk al. Dus ik ben er echt super blij mee. Ik doe alles eigenlijk daar altijd in. Het is ook zo leuk bij deze journal dat je... Maar dat is precies niet in deze wat ik heb gedaan, denk ik. Nou ja, even kijken hoor. Hier iets in opgeplakt. Oh ja, kijk, hier heb je bijvoorbeeld die uit mijn vorige lives. Nou, die heb ik hier allemaal ingeplakt. Dan werk je op een A5'tje en dan heb je een mooi randje eromheen. En die kun je er dan ook prachtig in plakken, want er zit hartstikke stevig papier in. Nou, hier nog een verrassing voor een andere keer. En zo, hier bladzijden waar ik gewoon op gekliederd heb en nooit meer wat mee gedaan. Die zitten er ook in. Maar ja, zo bewaar ik er van alles en nog wat mee. Dus, en in, bedoel ik dan eigenlijk. Dus daar ga ik straks mijn vogel ook op plakken. Omdat dat een lekkere grotere bladzijde is waar ik wat meer ruimte heb om op te werken. Nou, dit kan weer even aan de kant. Ik ga jullie laten zien hoe ik gewerkt heb met die fresco verf. Want dat is leuk. En dan heb ik nu wel mijn groene blad nodig. Want nu gaan we vies doen. En ik doe dat ook echt vies. Want ik werk met mijn vingers. Met deze verf. Kan ook uitleggen waarom. Ik vind het met mijn vingers heel fijn aanbrengen. Ik heb hier de achterkant met een kwast gedaan. Maar met een kwast vind ik het ergens nog een soort lastig verspreiden en doseren. En dat ligt waarschijnlijk aan mij hoor. Maar, en dit was een even gauw werkje, dus wel heel lelijk. Maar met mijn vinger vind ik dat ik deze verf zo mooi en gauw kan uitspreiden. En je hebt deze verf in drie verschillende soorten. Want dit is de claret en die is translucent. En wat houdt dat in? Translucent houdt in dat die doorzichtig is, transparant. Dan heb je ook een semi-opak. Die is iets minder transparant en die dekt dus beter. En dan heb je bij als laatste de opak verf. En de opak verf die is volledig dekkend. Dus dat kun je ook zien hier. Er zit een soort leuk voorbeeldje onder gemaakt. Dat als daar zwart onder zit, even kijken, ja. Dan dek je bijna helemaal met je verf over de zwart heen. Hier bij de claret, het translucent, daar zie je, hoop ik, want dat is natuurlijk weer een donkere kleur, dat het zwart er nog doorheen komt. En dat is het mooie daarvan. Nou, ik maak een roze. Ik pak de bougainville. Bougainville, whatever. De claret heb ik namelijk nog overliggen en dan kan ik straks de grote vogel in elkaar zetten. Dat is ook wel leuk. En wat ik daarmee doe, is ik breng de verf aan met mijn vinger. Ik doe een kwakje van de verf op de vleugels. En ik ga dat uitpoetsen. En op die manier kan ik dat met mijn vinger heel mooi verspreiden en egaal. En ja, daar krijg ik een vieze vinger van. En als jij een kwast wil pakken, dan moet je dat ook zeker doen. Maar ik doe het lekker zo. Ik heb altijd wel zoiets, als ik dan met mijn vinger bezig ben, dan moet het daarna ook wel gelijk eraf. Dus ik heb de babydoekjes bij de hand. En gelukkig, deze verf gaat er ook heel makkelijk af. Anders had ik dit natuurlijk niet gedaan. Als je dit bijvoorbeeld met Ecoline doet, dan ben je een week smerig. Maar dat gaat met deze dus. Kijk, je kunt het ook gewoon naast je vogel doen hoor, als je dat prettiger vindt. Zo, dan heb ik veel te veel, maar ach. En lekker uitsmeren. En nogmaals, als je een kwast wil, pak een kwast. Maar ik vind dit nou wel eens een keertje leuk om te doen. Lekker basisschoolniveau. Is toch mooi? Zo.
Nee, dit hoef je niet nat te maken. Dit kan je zo op droog papier aanbrengen. De verf is al nat. Het is geen aquarelverf dit keer. Dat zijn jullie natuurlijk gewend van mij, want ik altijd met de Daniel Smit. Het is acrylverf. Die is gewoon direct bereikbaar uit de tube. En die kun je zo aanbrengen op je werk. Je hoeft er ook niet per se aquarelpapier voor te gebruiken. Nou heb ik dat in dit geval wel gedaan. Dat komt omdat ik D-Lines aquarelpapier vind ik gewoon een heel mooi veelzijdig papier. Wat ook prima te gebruiken is hiervoor. In eerste instantie maak ik hem gewoon helemaal roze. Alles, alles, alles. Door meerdere laagjes aan te brengen, omdat dit een transparant, ik heb nu trouwens een semi-transparante gepakt, maar breng je meerdere laagjes aan, dan krijg je daar dus ook een kleurdiepteverschil in. Zo, en eigenlijk even losmaken. Heb ik nu wel. Ik zie hier nog een klein plekje. Voldoende verf op mijn vogel. Nou, deze verf die droogt super snel, want ik kan hem nu gelijk verder gebruiken. Ik hoef hem niet droog te blazen met een heat tool. Dus ik hoef deze keer niet te mopperen over kromtrekkend papier. En nou, ik moet er niet aan denken om het met mijn vinger te doen. Ja, en dan krijg je dit. En dan pak je een babydoekje. Het droogt snel op. En kijk, weg. Droog, schoon. Niks meer aan doen. Nou, met de vogel kun je direct verder. Verder. En even kijken hoor. Nu zitten jullie de hele tijd tegen het vieze kliedermatje aan te kijken. Ik leg er even wat gezelligers onder. Heb ik dat? Zo. Nou, dat helpt ook niet heel erg. Even een beetje inzoomen. Zo. Gezelligheid. Dan gebruik ik vervolgens een twin marker van Molotov. Komt hij even plek maken, want ik heb hier nog een heleboel vogeltjes liggen om me heen. Zo. Dat is deze marker en die is fijn, want die heeft aan beide zijden een dunne punt en een dikke punt. Nou, de dikke punt, die gebruiken we vanavond niet. De dunne punt. Nou, je raadt het al wel. Oh, hang ik nou? Even kijken, volgens mij was ik eventjes weg. Of eventjes nog steeds. Zie op mijn telefoon niks meer gebeuren. En op mijn laptop ook niet. Dat is geen goed nieuws. Oh, ik zie wel één vraag doorkomen. Hebben jullie nog beeld? Oh, achter mij hoor ik ja. Nou, dat is mooi. Dan doet mijn laptop gewoon raar. Waarom is dat nou steeds? Hè? Dat er dan in één keer allerlei rare dingen gebeuren. Maar inderdaad, op mijn telefoon aan heel Facebook liep vast. Of mijn wifi, of ik weet het niet. Maar goed, ik ben er weer. Kan dit ook met een Posca? Ja, dat kan ook met een Posca. Ik gebruik zelf liever de Molotow. Maar omdat je daar de puntjes van kan wisselen. En je kunt die ook navullen. Maar heb je Posca in huis, kan dat ook. Oh, in België zijn ze er ook nog. Hey jongens, ik ben er ook nog, dus we gaan lekker verder. Wat ik heb gedaan met de Molotov marker is dat ik die randjes als eerste ben terug gaan halen. En dan hoop ik dat ik dat zo. Je ziet ze nog wel, hè, door de transparantie van de verf. Omdat ik er dus een translucent verf heb gebruikt. Of een semi-opaque, daar kan het ook mee. Het is deze. En nu haal ik als eerste dus
die randjes terug. Er alleen een beetje vervelend bij. Maar dat komt allemaal goed. Ik draai me even zodat ik het beter kan zien. En hier nog een zo. Dat hartje hier. Dat heb ik ook in zijn geel-wit gemaakt. En dan, ja, dat vraagt iets meer precisie. Voorzichtig. Dat oogwit teruggebracht. En een stukje van de snavel. Zo. En ik heb hier nog. Oh, trek de dop eraf, zie ik. Zo'n kraagje wat wit gegeven. Nou, dan hebben we in principe nu de Molotov marker niet meer nodig. Volgens mij heb ik alles aangezet wat ik daarmee aan moest zetten. En dan gaan we verder met een lightfast potlood. En dit is wat ik daarnet bedoelde. Dit dekt gewoon over elkaar heen. En het pakt ook. Ik heb hier bijvoorbeeld heel lichtjes een schaduwtje in het lijfje aangegeven. Wil je dat dikker, dan kan dat natuurlijk ook. Gewoon meer lagen harder drukken met de lightfast. Zo, dan brengen we wat extra schaduw aan. En deze kleine veertjes allemaal, die heb ik opgehaald door er gewoon met mijn lightfast potlood een streepje te zetten. Hierboven heb ik net mijn punt geslepen. Het werkt eigenlijk beter met een iets bottere punt. Maar goed, dat gaat hard zat bij de lightfast. Want dat zijn van die lekkere romige potloden. Die hebben gauw een minder scherpe punt. Kijk, daar is die al lekker in de gewenste dikte. En daarmee zet ik dus die streepjes allemaal aan. Deze verf is zo snel droog, dat je hem dus niet verder zelf hoeft te drogen. Je kunt lekker direct doorwerken. Tenzij je er hele dikke plakaten van aanbrengt, dan is het wat anders. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet nodig. En ook niet handig, want dan zie je stempel er niet meer doorheen. Tuurlijk, Astrid, kan jij dat. Het duurt natuurlijk eventjes wel voordat dit klaar is. Maar dat hindert niet. Houdt ons van de straat, toch? Het grapje, we mogen toch niet meer naar buiten. Dat geldt natuurlijk niet meer rond deze tijd, maar... Ach... Dat hoeft dus ook helemaal niet zo netjes, want het zijn natuurlijk wilde veren ook. Dus met een streepje, een highlight is dat genoeg. Je hoeft het echt niet helemaal
vakje voor vakje in te kleuren om een tof effect te krijgen. En natuurlijk kun je deze nog op 100 andere verschillende manieren inkleuren. Hè. Dit is maar een manier die ik nu bedacht heb. Goed om te lezen, Corrie, dat je het gaaf vindt. Dan, ik dacht ook van, het is dus wat anders weer. Ik heb wel zelf heel erg zo mijn voorkeuren waar ik mee werk. En dat is heel vaak Daniel Smit. Heel vaak Lightfast. Heel graag pastel. Dat zijn echt mijn favorieten. Maar dit is toch ook wel echt heel leuk. En ik moet je zeggen dat ik heel deze week al into the jelly plate ben. Dat welk papier heb ik gebruikt? Ik heb gewoon ordinair. Nou ja, ordinair. Ik heb gewoon dit D-Lines aquarelpapier gebruikt. 200 grams. Dat, deze verf die heeft van zichzelf een klein beetje een korreltje erin. Dus je kunt... dit op meerdere soorten papier gebruiken. Ik zou geen kopieerpapier nemen omdat dat heel dun is. Ik weet niet of het dan gaat bobbelen, maar... Dus ik zou wel een wat dikker papier nemen, maar in principe maakt het niet zoveel uit. Ook als je het aquarelpapier van D-Lines dus in huis hebt. Dan kun je dat hier prima voor gebruiken. Lekker een beetje vingerverven. Daarna babydoekje eroverheen. Het laat geen resten achter op je vingers. Dus dat maakt allemaal niet uit. Gaat er makkelijk vanaf. Zonder dat je er wekenlang aan vast zit. Als ik vroeger met mijn klas met Ecoline had gewerkt, dan wist ik het wel. Dan liep ik een week lang met... blauwe, gele, groene vlekken op mijn handen. Die er dan allemaal niet meer uitgingen. Maar ja, ook dat is zo leuk om te doen. Zeker met kinderen. Zo. Nou, nu heb ik alle streepjes heb ik aangebracht. En nou ja, dan gaan we de stipjes ook nog even een beetje doen. En daarmee... Nee, die doe ik ook met Lightfast. En die doe ik dan met een klein ronddraaiende beweging. Maak die stipjes hier een beetje witter. Niet eens zo heel nauwkeurig. Mag best een beetje losjes zijn. Dus even kijken of ik zo mijn schaduw van mijn hand iets minder kan maken. Dan zitten jullie er niet zo mee. Zo gaat het beter, denk ik. Nou ja, en dit is dus wat met aquarelverf normaal gesproken wel kan. Maar met acrylverf heel vaak niet. En met deze frescoverf dus wel. En daarom word ik daar vrolijk van. Want ik vind heel vaak, ook met de jelly plate, als je dan achtergrondjes maakt van acrylverf, dan ben je daarna, zonder dat je er een laag overheen zet met iets, bijvoorbeeld een matte vernis die stroef is, of een bepaalde ground, transparant ground van het een of ander, Daniel Smit bijvoorbeeld, dat je heel beperkt bent in wat je daarna nog met je achtergrond kunt doen. Er zijn natuurlijk wel weer materialen, waarmee je erop kunt, tuurlijk, want met distress krijtjes of met stabiele olpotloden kun je echt nog wel wat, of met natuurlijk acrylmarkers, maar ja, hoe meer mogelijkheden je hebt om je achtergrond nog te bewerken, hoe blijer ik daarvan word, omdat ik nooit van tevoren weet wat ik met een achtergrondje wil maken. Van de week ook, ik kon niet uitstaan dat die jellyplate bij mij maar niet wilde, dus ik heb geïnvesteerd in wat verfjes en dingen en ik ben flink aan de slag geweest.
Met de Jelly Blade. En een nieuwe Jelly Blade trouwens, want ik kon mijn mijne niet meer vinden. Dat zei ik heel snel, hè? Dat hebben jullie gehoord. Maar dus ik heb een nieuwe Jelly Plate gekocht. En ik ben aan de slag geweest deze week met lekker met achtergrondjes maken. Allerlei verschillende stencils en materialen daarop gooien. En ik durf nu te zeggen, het lukt eindelijk. Hoe leuk is dat? Dus vandaar ook de achtergrondjes. En ik vind het het leukste als je een beetje zo van die vage, rare achtergrondjes krijgt. Maar vooral achtergrondjes maken vind ik echt heel erg leuk. Het enige wat ik dan vooral moest leren, is niet van tevoren bedenken, dit wil ik maken. Want dan trek je je blad van je jellyplate en dan denk je, dit is niet geworden wat ik bedacht had. Je moet gewoon gaan, je moet gewoon proberen. En als die mooi wordt, dan wordt die mooi. En als die niet mooi wordt, dan doe je er gewoon een nieuwe laag overheen. Dat is wat ik nu geleerd heb deze week. Dus ik ben ook weer een lesje verder. Dus wie weet heb ik ooit het lef om live iets te doen met die jelly plate. Ik twijfel daar altijd over, omdat er zoveel meer mensen zijn die dat veel beter kunnen als ik. Maar goed, wat je niet kunt, kun je leren, hè? Dat zeggen ze altijd. Zo. En dan heb ik hier in die puntjes, maak ik dus met wit wat highlights nog, overal en nergens. Krijg je een leuk effect van. Geeft hem wat meer diepte. Dat kun je trouwens ook nog doen, hè, met deze stempel. Laagje voor laagje voor laagje voor laagje alles opplakken, waardoor je nog meer diepte in dat ding krijgt. Deze stempel, daar kun je van alles mee. Ik heb zelfs van Tracy zelf nog een vis gezien. Maar daar geeft ze geloof ik een workshop mee. Vandaar dat ik niet aan de vis ben gaan zitten. Om er een visje van te maken. Maar zij heeft een manier om van deze vogel zelfs nog een klein visje te maken. Nou, dat is helemaal grappig. Nou, dan doen we hier nog een beetje. Langs de rand. Ik breng eigenlijk nu gewoon wat lichtere highlights aan met dat potlood. En waar highlights zijn, zijn ook lowlights of schaduwen. Dus met zwart breng ik hier nog wat diepte aan door wat schaduw aan te brengen tussen de veren. En dan hoop ik dat het op beeld natuurlijk een beetje overkomt. Daarom heb ik uiteindelijk toch ook maar de lichtere kleur gepakt. Nou ja, mede daarom, niet alleen daarom. Dat je dus met die lichte schaduw hier nog meer diepte in je werk krijgt. Zo. Nou, deze verf die kun je gebruiken op de jelly plate. Heb ik uitgevonden van de week. Maar als het warm wordt, dan heb je wel een droogtijdvertrager erbij nodig. Want deze verf die droogt heel snel. En dat houdt dus in dat het niet voor alle jelly plate technieken gelijk geschikt is. Maar ik heb deze jelly plate achtergronden allemaal met deze verf gemaakt. Zij het soms door hem gewoon helemaal te laten drogen. En zij het soms door zo'n retarder te gebruiken, zoals dat heet. Misschien laat ik dat wel een keer zien.
Want het is wel heel leuk als je dat gebruikt op de jelly plate, omdat je dan dus met je achtergrond ook nog heel veel kan. Zo. Nou, en kijk, nu is die helemaal af. Ik zie dus inderdaad Willy die zegt, hij droogt veel te snel. Maar toch, ik wil wel even een kleine, ik heb hier een hele stapel kliederblaadjes liggen. Toch heb ik van de week genoeg achtergronden gemaakt met deze verf. Ongeacht of ze nu mooi zijn of niet, laat ik dat even gauw zien. Nou ja, deze dus. Even gauw een flip through mijn kliederwerk van deze week. Er zit ook een heleboel lelijke tussen. En dit is allemaal fresco verf. En je. Nou, dit is dus categorie hopeloos. Nou, dit is andere verf, dus die hou ik lekker voor mezelf. En die. Allemaal fresco verf, allemaal jelly plate, dus het kan wel degelijk. Je moet alleen ja, de juiste technieken. Er zijn natuurlijk verschillende technieken voor de jelly plate. Dus je moet de juiste techniek gebruiken. Dat is het voornaamste. En eventueel een retarder erbij. Zo. Nou, dan had ik het nog over de driehoeken, want die zijn ook heel leuk. En moet ik even kijken, want ik heb alles weer een gooi gegeven. Ja, die liggen hier. Die heb ik ook geknipt. En wat kan je nou met die gekke driehoeken? Want die zien er 1, 2, 3 een beetje onberekenbaar uit, zullen we maar zeggen. Dan moet ik weer even terug uitzoomen naar. Sorry voor het gebibber. Nou, dit kan ondertussen aan de kant. Vogeltje mag weer in beeld, want die is. Leuk, kunnen jullie nog even goed kijken hoe die geworden is. En die driehoeken, die heb ik hier gestempeld. Dat zijn deze driehoekstempels. En die kun je dus onder andere gebruiken in je achtergrond. Is dat met de transparency of de dekkend? Nou, dit is de. Oh, nee. Alles valt op de grond. Deze is gemaakt met de claret. Translucent. En deze is gemaakt met de bougainvillea semi-opaque. Ik zou je voor deze techniek niet aanraden om een opaque kleur te pakken. Dat is dus zo eentje als deze, waar dit op staat. Want dan ben je echt je zwarte lijntjes van je stempel ook wel voor het grootste gedeelte kwijt. En die kun je natuurlijk. Pak een zwarte Molotov marker en trek ze er weer in. Maar daar hoor je echt niet blij van. Dan moet je al die lijntjes weer gaan overtrekken. Dat is zonde van je werk. Terug naar. Die mag even aan de kant. Terug naar die driehoekstempels. Want dat zijn dus een heleboel verschillende soorten driehoeken. Die je kunt gebruiken op een heleboel verschillende manieren. Eén daarvan laat ik je nu even zien. En dat is namelijk als bijvoorbeeld achtergrondmateriaal. Je kunt er patronen mee leggen. Je kunt er zelf je eigen mandala's mee maken. Kijk terug naar de lijf bijvoorbeeld van Tracy Scott. Zelf bij de Paper Artsy. Maar je kunt ze dus in een patroon leggen. En dan kun je er natuurlijk voor kiezen om ze wel of niet in te kleuren. Zo. Ik heb deze niet ingekleurd omdat ik dacht, joh, als ik het nou zo doe en het wordt hartstikke druk nu, dat mag duidelijk zijn. Maar kijk dat je hem dus kunt gebruiken als onderdeel weer op je art journal pagina, waarop die vogel weer achter die cirkel, ja, of een octagon heet dat geloof ik, met acht van die hoeken. Mogelijkheden zijn redelijk eindeloos. En je hebt er heel veel verschillende motiefjes van. Die heb ik hier allemaal in een doosje gestopt. Ik heb er een aantal heb ik er gestempeld. Dit zijn dezelfde als die ik hier al heb liggen. Maar wat dacht je van bijvoorbeeld deze? En
Waarmee je dus eigenlijk in een handomdraai je eigen mandala maakt. Even kijken, ik weet niet of ik er genoeg heb. Spontane actie. Het lijkt een soort puzzel, hè? Maar voor de mandala kleur dus onder jullie. Hoe leuk is dit? Of in een achtergrond met embossingpoeder. Of in allerlei verschillend gekleurde stempels. Zomaar een voorbeeld. Ja, ik heb me suf geknipt deze week, dat klopt. Want ik wilde jullie graag een hoop dingen laten zien. Dat betekent dat er in deze live dan niet een heel project gemaakt wordt, maar dat ik vooral wat dingen laat zien. Hup. Nou, deze driehoekjes, lekker alles door elkaar. Ik heb ze niet allemaal gestempeld en geknipt, want ja, er was gewoon simpelweg geen tijd genoeg deze week voor. En zo kun je dus van alles. In het leukste geval had ik ze ook nog allemaal gekleurd en gedaan. Maar jullie snappen zelf ook wel dat dat in een week niet lukt. Tenminste niet als je ook nog werkt. Nou ja, het idee is denk ik duidelijk ook van deze met die bloemen. Driehoeken. En dan is er ook nog, dit zijn de kleinste driehoekjes. Dan heb je hier ook nog de grotere driehoeken. Allemaal hartjes. Die hartjes die vormen samen in het midden weer een bloem of een klaver. Het is maar net hoe je het bekijkt. Zie je dus, daar kun je ook hele leuke patronen mee leggen. Welke stempelinkt heb je hier gebruikt? Ik denk de Versafijn. Want die stempelt lekker nat en lekker gedetailleerd. En daar hoef ik vaak niet zoveel moeite voor te doen om daar een goede afdruk mee te krijgen. Dus dat. Nou, en dan heb ik hier nog een paar van die driehoeken van de grote. En er zit nog een grote in. Ik wil ze allemaal nog wel even afdrukken, anders om te laten zien. Nou, laten we een velletje kliederpapier nemen. Dit wordt natuurlijk een zootje als ik dat zo laat zitten. Zo. Oké, hop. Stempels. Die zijn hier. Want er zijn nog wel meer mooie. Dan ga ik die nog even laten zien. Los van degene die ik dus net heb laten zien, hebben we er nog meer. Ja, het doet inderdaad wel denken aan mozaïekwerk, dat klopt. En je kunt daar dus echt wel hele gave achtergronden mee maken. Je kunt het natuurlijk ook met embossingpoeder mooi maken. Ik heb echt het lelijkste acrylblok gepakt, maar kijk, deze. Supermooi, hartstikke gave stempel waar je weer van alles mee kunt. Deze grootste, die heb ik ook nog niet laten zien. Is ook een donkere stempel. En als je zou willen, kun je deze natuurlijk ook weer gebruiken op je jellyplate. Dat wel gelijk goed schoonmaken dan met die stempels. Maar ik heb het lef nog niet gehad om ze te gebruiken op de jellyplate. Maar als je ze gelijk schoonmaakt, lijkt me dat dat gewoon kan. Kijk, die is ook superleuk. Oh, die ging vliegen. En de laatste. Zo, nou,
Zie je, en dit is dus de Versafine stempel inkt. En je ziet hoe zwart en gedetailleerd dat afdrukt. Nou helpen rubber stempels ook altijd wel mee om dat goed af te drukken. En is dit ook nog een keer lekker glad, glad papiertje. Maar dat gaat dus hartstikke prettig. En voor degene die dan nog graag willen weten welke stempel inkt ik nu pakte, dat was dus deze. Zo. Flatseren flats. Ik ben helemaal vies. Mijn doosje is zoals je ziet aardig gehavend. Ik heb hem een paar keer laten vallen waardoor die niet meer zo goed sluit. Dus ik plak hem altijd helemaal dicht. Het is wel de inkt die ik het graagst, het liefst en het meest gebruik. Tenzij ik snel drogende inkt nodig heb. Dan heb je Daniel Smit al geprobeerd op de Jelly Plate. Jazeker, daar ben ik een paar weken geleden nog live mee geweest. Alleen dan... even, misschien volgens mij heb ik ze hier nog. Dan heb ik het op de mini jelly plates gedaan. Ja, deze heb ik daarmee gemaakt. Met hele kleine jelly plateetjes. En deze. Ik heb hier zo'n doosje staan met allerlei dingetjes die ik de afgelopen tijd gemaakt heb. Dus dat kwam goed voor pas. Kon ik het nog even laten zien. Ja, en dat is dan gemaakt met die kleine, met deze kleine mini jelly plateetjes. Die zien er dan, als je die eruit haalt, ik heb die schoongemaakt, maar die zijn dus zo groot. Wel dik en flexibel. En die zitten met drie in een verpakking. Die zijn ook heel leuk. Ja, het is een grappig demonstratieavondje geworden zo. Ik laat van alles zien en jullie vragen van alles. Dat, nou, deze weer weg, want daar hadden we het eigenlijk helemaal niet over. Oeps, blijf liggen. En dat deed het ook nog. Want ik zou nog die grote vlinder, of vlinder, het beest verandert ook nog van dier. Zo, die zou ik nog afmaken. Eens even kijken of ik er nu genoeg voor heb, omdat... nou ja, en dan heb ik dus deze vogel net heel mooi gekleurd. Wat ga ik nu doen? Ga hem in stukjes knippen en zijn lijf weggooien. Maar goed, jullie hebben net gezien, hij was leuk, hè jongens? Nou is die stuk. Want hij gaat een groter doel dienen, zullen we maar zeggen. Haps, dag lijfje. Nou, pak ik al mijn vleugelonderdelen weer. En dan kunnen we hier nog even verder mee puzzelen. Want ik vond net wat ik deed eigenlijk wel heel leuk, per ongeluk. Met die kleine... vogeltjes erbij. Dus alleen, ik ga dat denk ik zo meteen ook maar gewoon even vastlijmen, want anders blijf ik het heel de tijd in elkaar puzzelen. Zo. En die hier nog. Ja, dan kom je hier alweer een rode tekort, dus afmaken dat gaat hem niet worden nu. Maar dat kan ik wel op mijn gemakje het weekend doen. Zo. En zo. En die wordt aan deze kant. En dan ben ik een vleugel kwijt. Dat heb ik snel geregeld. Ik word heel hard uitgelachen hier. Ja, eigenlijk heel zachtjes, maar... oh, daar is die. Nou, hier nog een paar, nou ja, eigenlijk is die zo wat tof. Ik zeg wel een paar aan de onderkant erbij, maar dat hoeft denk ik niet. Nou, hij is heel mooi vol zo. Hieronder. Nog. Zo. En dan het puntje van zijn staart. Nou, hoe mooi is dit? Kijken of die ook wil schuiven. Ja, hij doet het. Zo. Nou, ik ga dit zo vastplakken. Ik denk dat ik hier nog één stukje rode vleugel erbij wil hebben. Dan kan je dus deze er superleuk bij plakken. Maar dan ben je zijn staart kwijt. Dat is een beetje jammer. Zomaar dan.
En zo met wat schuiven en wat doen, kun je echt op een A4 blad of in die grote of in een groter journal nog. Bijvoorbeeld Dilutions heb je geloof ik van die grote journals. Kun je echt heel leuk iets maken. Of met een reverse stamp zou je hem ook hier nog. Maar dan moet je hem even andersom met de jellyplate weer afdrukken, zeg maar. Dus dan stempel je hem eerst op je jellyplate en dan pak je hem van je jellyplate af en dan heb je spiegelbeeld. Dan zou je hem ook nog zo hier eentje kunnen doen. Dan moet je nu maar even bij fantaseren. Tekstje erbij. En dan heb je echt iets heel leuks gemaakt. Eventueel kan je dus ook nog... Oh ja, dan heb ik hem stuk geknipt. Maar op deze achtergrond. Dan moet je even... Nee, ga ik toch doen. Hop, eraf. En waar zijn mijn driehoeken van daarnet? Die liggen hier nu ergens. Bijvoorbeeld... één driehoek erachter steken. Hoeft natuurlijk niet zo hysterisch druk als wat ik net deed. Maar met één driehoek krijg je ook al een heel leuk effect. Nou, in die blote vleugels hier, dat is natuurlijk niet mooi. Dus zo. Gefixt. Nou ja, dus ik heb jullie vanavond zo eigenlijk een heleboel mogelijkheden laten zien. Met die twee stempelsets. Volgende week ga ik misschien... nog iets laten zien met alleen de driehoeken. Ik weet nog niet zeker. Ga ik even met Marjan overleggen. En wie weet laat ik nog een keer iets meer zien met die fresco verf. En, oh, ik zit lekker buiten beeld te rommelen. Kijk, en hier is dus wat ik met die driehoeken onder andere gemaakt heb. Waar je dus ook die vogel weer... bij kunt gebruiken als achtergrond. Even een korte herhaling van alles. Nou, Akina, moet ik heel eerlijk zijn dat ik dat soort filmpjes heel vaak gezien heb, maar nog niet echt zelf heb uitgeprobeerd. Maar ik denk, ik weet niet of Dini nog kijkt, maar die kan die vraag zo en zo beantwoorden, maar... als ik het zou gaan proberen, dan zou ik Stazon pakken, omdat het een snel drogende inkt is. Dus dan zou ik met Stazon stempelen en hem er dan met wit aftrekken in het spiegelbeeld. Maar of dat werkt? Ik weet het niet, maar dat is hoe ik het zou proberen. Ik kom daar nog een keer op terug als ik iets meer ervaring heb met de jellyplate. Maar ik heb zo vaak van die filmpjes gezien, ook bij Lavinia... van bam op die jellyplate en een omgekeerde afdruk maken. Dus ja, mogelijkheden zijn er wel. Ik zal hier nog een leuke eindfabrikaat maken van alles wat ik heb laten zien. Ik heb nog vogels genoeg hier liggen. Het lijkt hier wel een foyer. Dus, maar ik ben wel benieuwd om jullie resultaten ook met deze vogels te zien. Want... ik heb nu een soort grote stappen snel thuis techniek toegepast. Hè, met je vinger het hele ding inkleuren. En dan vervolgens wat highlights en schaduwen terug erin brengen. Je kunt natuurlijk ook echt prachtig inkleuren. Met kleurpotloden. Ik had nog het idee om hem op kraftpapier te stempelen. En met de lightvast helemaal los te gaan. En je kunt het met bijvoorbeeld tombowmarkers of met, noem alles maar op jongens. Je kunt het overal mee inkleuren wat je mooi vindt. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie creaties hiermee. Ik wil jullie allemaal hele fijne paasdagen wensen. Ik hoop dat ik jullie genoeg geïnspireerd heb. Het is hier in elk geval een groot vogelnest. En ik laat jullie nog zien hoe de grote vogel is geworden... en de pagina als die helemaal af is, want ik wil hem zeker wel afmaken. Dat, anders liggen hier allemaal van die vogelonderdelen, dat is ook zo wat. En voor nu, bedankt voor het kijken. Fijn paasdagen, tot volgende week.